Mevrouw de Vries. Goedemorgen. Ik ben Andy. Hallo, kom verder. Ik ga u even uitleggen wat ik ga doen. Hè. Ik moet van u een masker gaan maken. Zo'n masker. Dat krijgt u op met bestralen. Bij een bestraling in het hoofd-halsgebied is een masker nodig. Het masker zorgt ervoor dat u stabiel ligt tijdens het maken van de CT-scan en tijdens de bestralingsbehandeling. Het masker bestaat uit twee delen. Een masker zeg maar voor het achterhoofd en een masker voor het gezicht. De laborant kan lijnen op het masker aanbrengen om de stabiele houding tijdens de bestraling te controleren. Het masker houdt geen straling tegen. Een bestralingsmasker wordt voor u op maat gemaakt in de mold room. Dat is een ruimte waar hulpmiddelen bij bestralingen worden gemaakt. Het DSPS-masker bestaat uit twee delen, een voorkant en een achterkant, en wordt gemaakt van kunststof. Het kunststof wordt zacht en buigzaam gemaakt in een warm waterbak. Het eerste deel van het masker wordt gemaakt van de achterkant van uw hoofd. Zo ontstaat er een persoonlijke steun waarop uw hoofd stabiel kan rusten. Die duurt ongeveer 5 minuten omdat het materiaal moet afkoelen. Daarna wordt het tweede gedeelte over uw gezicht gelegd. Dit voelt weer even warm aan. De twee helften worden met elkaar verbonden. De neus blijft open, waardoor u rustig kunt ademhalen. Er worden ook openingen gemaakt bij de ogen. Het tweede gedeelte van het masker wordt afgekoeld met ijszakken en vormt zich precies naar de vorm van uw hoofd. Loshouwer, trek die topjes los. Als het masker is afgekoeld, blijft er een stevig gevormd masker over, speciaal voor u op maat gemaakt. Dit masker is direct bruikbaar voor de bestraling. Het maken van zo'n masker duurt ongeveer 20 minuten. Mannen met een baard moeten bij bestraling in het hoofd-halsgebied hun baard, voorafgaand aan de afspraak voor de mold room, afscheren. Een eventuele snor mag blijven staan. Het maken van een masker kan beangstigend zijn als u last heeft van claustrofobie. U kunt dit uitgebreid bespreken met uw radiotherapeut tijdens uw eerste gesprek over de behandeling.